Patrol, klaar voor actie, Ryder meneer. Goed om te horen, Pups. Er zijn problemen in de tunnels. Durvel Danny X heeft geen controle over zijn raket. En Wiele kan niet meer stoppen. Oh, nee. Wiele? Wie is dat? Juf Marjorie. Dat was haar bijnaam toen ze rollerderby kampioen was. Dus voor deze missie wil ik... Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. En dan wil ik nog... Marshall. Ik ga vlammen. Oké. Paw Patrol is niets te dol. Ik ben blij dat jullie er zijn. We hebben Danny en juf Marjorie niet meer gezien sinds ze hierin gingen. Chase, zoek die op hooggeslagen skaters. Komt goed, Ryder. Ha, drone! Te snel! Ik kan niet stoppen! Hou vol! En geef me mijn trui terug! Kledingstuk, activeer! Daar komen ze! Marshall, Chase, hou ze tegen! Lekker! Daar zat het knopje. Fijn. Bedankt, Paw Patrol. Dat was echt extreem. Maar iets wat ik nooit meer ga doen. Graag gedaan, Danny. Wanneer we je raket moeten stoppen, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Echt een superlief idee van jou en Carlos om deze op te hangen, Tracker. Wij vonden ze ook leuk. Fantastisch. Maynard? Maynard! Oh, hoi mevrouw Marjorie. Hoe gaat het met de ziplijntocht? Kleine harige sprong op een tak en stuitte de burgemeester Goodway en mij door de hele jungle. Geen zorgen mevrouw Marjorie, we komen eraan. Hoe goed het kietelt! Die aapjes maken het mevrouw Marjorie erg moeilijk om vast te houden. Ik help wel. Marshall, dat was bijna een echte kieteldood. Ryder, mijn sonar pikt ritselgeluiden op vanuit de boomtoppen niet ver bij jou vandaan. Dat klinkt als een grote kat. Misschien is het een tijger of een panter. En een kipje? Dat moet chicalette zijn, jongens. Oké, alle pups melden bij de Paw Patroller. Oké, mijn kippie-wippie. Oh. Oh, nee. Help ons, Ryder. Leuk dat jullie aankomen waaien. The sun going down in the jungle. Jungle zonsondergang. Wat mooi dit! Fantastisch, gast! En bedankt, Paw Patrol. Jullie hebben ervoor gezorgd dat we dit nog kunnen zien. Graag gedaan. En als je weer vast komt te zitten in een boom, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder meneer? Alle stroom in de stad is uitgevallen. Gelukkig heeft de uitkijk zijn eigen noodgevalgenerator. Maar wij kunnen de stroom weer aanzetten. Dus voor deze missie wil ik... Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Kijk, wat is dit? Kijk, wat is die gloed? Burgemeester Hundinger, u moet dat bord uitzetten, want onze stroom is uitgevallen. Mooi niet, het is een kunstwerk. Trouwens, wie zou deze knapper niet willen zien? Huh? Sorry, burgemeester Hundinger, maar Avonturenbaai heeft stroom nodig. En we moeten ook nog alle rommel opruimen. Kom mee, Chase. Maar met één ding heeft de Paw Patrol geen rekening gehouden. Oplaadbare batterijen. Kom mee, Jumbo. Ik zie helemaal...
dan geen sterren met al dat licht? Waar komt die verontrustende verlichting vandaan? Oh, als we die lamp niet uitzetten, kunnen we vanavond de planeten niet zien. Ik bel snel de Paw Patrol. Oké, Sky, gebruik je haak om het neonbord weg te halen. Begrepen, Ryder. Jij gaat met mij mee, Jumbo. Kijk, alle planeten spelen een prachtig positiespel. Wauw, allervetste uitzicht ooit. Paw Patrol, bedankt. Jullie hebben de dag gered. Nacht. Graag gedaan, Alex. Wanneer de lichten te fel worden, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Hallo, avonturenbaai-racers en nieuwkomer. Wie is dat? Volgens mij heb ik hem nog nooit gezien. Ik ben Humkid, het grootste stoere kind van de stad. Deze race is zonder motoren of raketten of iets dergelijks. Op uw plaatsen. Sta klaar. Start! Start, raket! Ik ga supersnel! Ze gaan veel te snel! Oopsie! Wow. Misschien moeten we Alex en Humkid helpen. Geen zeepkistracer is te snel, geen pup is te klein. Ah! We zijn er al, Alex. Zuma kan je met de bumpers weer terug op de racebaan duwen. Mooi werk, Zuma. Ik ga kijken hoe het gaat met Chase en Humkid. Ik ben er om je te redden. Wat? Ik ga winnen. Oh, shit. Yippie-ki-yay. Hey, waar ga ik nou heen? Dat is burgemeester Hamdinger op een raket. Oh, waarom is er nou niemand die mij kan komen redden? Ik kan je pakken, maar raak niet in paniek. Jij hebt makkelijk praten, maar ik zit hier op een op hol geslagen raket. Yes! Het is maar goed dat ik niet in paniek ben geraakt. Jij bent de avonturen bij Zeepkistenrace-kampioen. Bedankt, burgemeester Goodway, maar het was niet gelukt zonder de Paw Patrol. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed jullie te zien, pups. Want wij moeten supersnel iets gaan bouwen. Onze astronaut kapitein Gordy is in nood. We moeten kapitein Gordy helpen om te landen. Dus ik heb een pupteam nodig dat een landingsbaan kan bouwen. En snel! Daarom is dit... een ultieme vakmannenactie. Wij staan klaar. Je kunt op ons rekenen. En onze eigen bouwexpert krijgt de leiding. Rubble. Met zijn ultieme bouwvakkerwagen. Paw Patrol is niets te dol. Oh nee, Gordy zou hier moeten landen. Maar er is te weinig ruimte voor het landingspunt. Het is te nauw hier. Waar het niet breed is, moeten we omhoog. Wat moeten we daarvoor bouwen, Rubble? Vertrouw me maar en volg mijn aanwijzingen op. Eerst moeten we het oude landingspunt demonteren. Weggooien? Natuurlijk niet! Zuma, hoor, bal gaat in de grond! Red en Chase, jullie zetten de palen in die gaten. Oh, ik zie Gordy's ruimteschip. Het tempo moet omhoog. Kapitein Gordy rekent op ons. Rubble, dit is de stoerste landingsbaan ooit. Een dubbele Rubble spiraalbaan. Daar komt ie. Ryder, meld je alsjeblieft. Is Captain Gordy in orde? Hij is geland en hij is veilig en wel. Dank je, Ryder. Je hebt ons gered. Rubble verdient de meeste dank. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.
Burgemeester Hamdinger is tegen een ijsberg aangevaren. Wij moeten zijn schip redden voordat het zinkt, zodat burgemeester Goodway en de anderen naar huis kunnen. Oh! Dus voor deze missie wil ik... Rocky. Groen is gaan. En Everest. Sneeuw of kou, ik kom heel gauw. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Oké, we gaan aan de slag. Oké, Everest, we gaan de Paw Patroller aan dat schip bevestigen. Mooi schot, Everest. Goed, ik maak hem vast. Oké, Robohond. Wordt echt stukken beter als wij ermee klaar zijn. Mooi, dan kan burgemeester Hamdinger iedereen terugvaren naar Avonturenbaai. Wacht, waar is burgemeester Hamdinger? Nou, dat zit zo. Oh, een grot. Ik weet zeker dat hier de schat ligt. Wacht, burgemeester Hamdinger, pas op. U veroorzaakt een lawine. Ah! Oh, ik was zo dichtbij. Ik kon het proeven. Oh. Zo, dat moet genoeg zijn. Je mag de zeilen weer hijsen. Ryder, fijn dat je ons niet in de kou liet staan. Geen probleem. Wanneer je ons nodig hebt, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Fijn dat jullie er zijn, pups. El, Yumi en Bettina waren op weg naar huis. Maar kwamen vast te zitten op de ophaalbrug. En nu is de brug kapot. Jax, jij moet er met je haak voor zorgen dat de auto niet in het water valt. Marshall, jij moet met je ladder de haak vastmaken aan de auto. En Rocky, jij moet de brug weer repareren. Paw Patrol is niet te dol. Dat was snel, Rocky. Dat tandwiel lijkt precies groot genoeg. Maar dit wiel heeft niet evenveel tanden. Dat zit. Chase, zet de kabel strakker. Goeie maat en evenveel tanden. Moersleutel. Wow. Hoe lang heb je nog nodig, Rocky? Nog een paar minuutjes. Ik vraag om versterking. Sky, jij moet Bettina optakelen. Deze pup gaat vliegen. Chase, met jouw net kunnen we Bettina opvangen. Maar ze landt aan de andere kant van de brug. Rocky, jij bestuurt de haak. Chase, jou neem ik mee op mijn quad. Pas op, Ryder. Er zit nog steeds een groot gat in de brug. Rap, net! Geen lawaai meer. Rocky, help weer El door de haak op te rollen terwijl je langzaam achteruit rijdt. Kom goed, Ryder. Bedankt dat jullie ons gered hebben, Paw Patrol. Graag gedaan. En wanneer je ons nodig hebt, dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Hup, aan de kant, katjes. Want hier is dan de zelfloopbroek. Ah, hij werkt! Eén fruitsmoothie, hè? Nee, 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 dat is mijn drankje. Af, katje! Oh, 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 wat gebeurt er? Oh, 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 oh. Wat is dat voor gerommel? Help! Mijn broek is op hol geslagen! Burgemeester Hamdinger? Broek? Dat klinkt als een raar probleem. Ik bel de Paw Patrol. Mijn op hol geslagen broek kan niet stoppen! Sky, volg de burgemeester. Ik zorg dat ik hem niet kwijtraak. Ik zie zijn glimmende metalen broek.
Metaal? Ik krijg een nieuw idee. Rubble, kom met je elektromagneet een burgemeester tegenhouden. Geen probleem! Help me! Ryder, burgemeester Hamdinger rent op een klif af! Ja! Oh, haal me uit deze noodbroek. Gaat de burgemeester Hamdinger? Ja, bedankt dat je me uit die vreselijke broek hebt gered. Wanneer je broek nog eens op hol slaat, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Welkom bij de avonturenbaai vogelspotwedstrijd. Ik ga zo stilletjes stijgen naar enorme hoogte. En dan pak ik mijn camera. Sta klaar en spot! Een blauwbaardschakelaar. Oh, een nest. Een foto van de jonge fladderaar zou fantastisch zijn. Aha, ik heb een veel beter idee waarmee ik de wedstrijd kan winnen. Oh! Ik moet de Paw Patrol bellen. Ik bungel hierboven, Paw Patrol. Wij helpen je zodat je verder kunt met je vogelspotwedstrijd. Ladder! Oké, kaptein Turbot, klim omlaag. Mijn tenen kunnen niet bij de trap. Ik help je. Met de mama-vogel. Het nest! Dat regelen wij wel, kapitein. Kom naar beneden. Rocky, we moeten iets vinden waarmee we een vogelnest kunnen maken. Weggooien? Tuurlijk niet! Het komt goed, kleine vogeltjes. Ik heb een fijn nieuw nestje voor jullie. Goed gedaan, Rocky. Nu moet het nest alleen nog naar een veilige plek. Daar misschien. Hou je vast, Rocky. Alsjeblieft, vogeltjes. Dit is jullie nieuwe huis. Volgens mij was dat blauwbuikscharrelaars voor dankjewel. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Rubble is gestrand op een buitenaardse planeet en volgens mij zit hij vast. Oh! Dus voor deze ruimtemissie wil ik... Chase. Chase staat paraat voor zijn maat. Mooi, dan wil ik nog Rocky. Groen is gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Chase, is Rubble in orde? Hi, Ryder. Rubble lijkt in orde, maar hij maakt rare geluiden. Dat komt thuis wel weer goed. Oh. Uh-oh, zo te zien zit je vast. Woef, grijper. Ruff, net. Stap in, Rubble. Ryder-Pips, help! Hey, kijk! Daar is Rubble. Hè? Huh? Maar als Rubble dus daar zit dan... jij bent Rubble niet. Je hebt gelijk. Het is een alien, Rubble. Rubble heeft een dubbelganger. Jongens, ik hoop dat jullie me horen. Ik heb hulp nodig. Onze Rubble is nog steeds buiten. We moeten hem redden. Snel! Sky! Rocky, Chase, Zuma, jullie zijn er al! En klaar om te helpen! Ruff, net! Spring maar, gast! Woehoe! Oké dan! Hoera! Bedankt, Pips! Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie!
Yoshi Rider, meneer? Goed om te horen, Pups. Ik denk dat burgemeester Hamdinger zichzelf in een enorme chocoladepaashaas heeft opgesloten. Ik wist niet dat burgemeester Hamdinger eigenlijk heel zoet was. Hij wordt nu het bos ingedragen en wij moeten hem gaan redden. Dus voor deze missie wil ik Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Help! Sky, laat je harnas zakken. Oké, Rider. Oh-oh. Sky, haast je. Door de zon smelt de chocola. Ja! Chase, ga naar de bodem van de kloof en hou je net paraat. Komt in orde. Wat gebeurt er? Oh, oh nee, ik had hem bijna te pakken. Ruff, net. Rider, hij is gesneuterd. En nu hebben we een drijvende flaphoor. Help. Zuma, je moet nu met je hovercraft hier komen. Ik duik erin. Nu moet de chocoburgemeester naar de wal. Rider, we hebben een probleem. Oh ja, die dolfijnen zijn veel te dichtbij. Zuma, je moet die haas naar de wal trekken. En snel. Oef, boy. Wat gebeurt er? Oh. Burgemeester Hamdinger, pak de boei! Nou, het kostte veel tijd, maar toch bedankt voor de redding. Graag gedaan, burgemeester Hamdinger. Wanneer je vastzit in de chocoladehaas, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Rider, meneer? Goed dat jullie er zijn. Burgemeester Goodway, nee. Chicoletta, de Turbots en Danny. De Sturval Danny X. Zitten hoog in de bergen, diep in de problemen. Sky, jij moet de ultieme kopter besturen. En jij stuurt de pups op deze missie aan. Ja, deze ultieme pup gaat vliegen. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Gebruik je grijper om Danny te bevrijden. Rubble, parachuteer naar de Turbots en wacht daar op de kabel. Ah! Toffe parachute. Grijper. Ja! Hoi jongens. En op naar de ultieme kopter. Woehoe! Dit is zo extreem! Oh, oh nee, mijn boot gaat vallen. Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt. Marshall, Zoek, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Oh, ik glij weg. Boy. Ik heb hem. Mooi werk, Pups. Wat een mooie foto's. En wat een geweldig uitzicht. Dankzij Sky en de pups. Als je omlaag valt terwijl je omhoog wil, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Rider, meneer? We moeten zijn verloren kaart vinden en zijn hoeverslee repareren, zodat de kerstman zijn kerstcadeaus uit kan delen. Waar is mijn kaart? Oh, nee. Dus voor deze missie wil ik Spion Chase. Kerstspion Chase zit er bovenop. En Rocky. Groen is gaan. Naar de Noordpool. Oké, Paw Patrol zit in de kerstrol. Geen geluk. Rocky, probeer te ontdekken wat er mis is met de hoeverslee. Komt in orde. Nu moeten we die kaart terugvinden. Chase, probeer een geur op te pikken. Oké. Volgens mij ruik ik kaneel. Dat is van het kaneelbroodje dat ik at toen ik de kaart aan het bekijken was. Oh, dan zal de kaart ook naar kaneel ruiken. Zo te ruiken komt de geur daar vandaan. Ruff, drone! Hoe gaat het met de hoeverslee, Rocky? Het is een beetje lastig. Ik ken deze materialen niet, maar ik blijf het proberen.
Mooi. Ryder, volgens mij zie ik een deel van de kaart in de kerstboom. Op dit deel staat avonturenbaai. Als de kerstman dit niet ziet, weet hij niet dat hij hier langs moet komen. Dan moet jij terug naar de Noordpool. Snel. Maar ik denk dat mijn oeverslee het niet meer gaat doen. Geen zorgen. Jij kunt op een andere manier naar de Noordpool. Hup, Dasher! Hup, Dancer! Kerstman, wacht! Ho, ho, ho! Wat is er aan de hand, Percy? Er mist een stuk van de kerstmisbezorgplattegrond. Avonturenbaai, natuurlijk! Die mogen niet overgeslagen worden. Bedankt, Percy. Eigenlijk moeten we Ryder en de Paw Patrol bedanken. Kerstman, hij is het echt! Ja! Ja! Wat een brave pups. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Winnie Winnington reed naar het moeras om kikkers te zoeken. En nu zinken haar bus, trailer en pony langzaam weg in de modder. Dus voor deze missie wil ik Rubble. Rubble is aan de rol. En Chase. Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te doen. Het is gelukt. Te gek. Goed teamwork. Nu snel alles weer vastzetten, zodat mevrouw Winnington naar de wedstrijd kan. Rustig, Felicia. Hou vast. Ik leid mijn pony weg uit deze vieze, plakkerige modder. Felicia? Ik had niet om een modderbad gevraagd. Zuma, kom direct naar het moeras. Oké, Ryder, ik duik erin. Die arme pony houdt dat niet lang vol. Klopt, we moeten haar snel tegenhouden. Met die boomstammen. Kijk, Felicia, we hebben een vlot voor je gebouwd. Fantastische redding, Zuma. Bedankt, man. Felicia, je bent veilig. Echt ontzettend veel bedankt. Hond helpen? Nee. Puppyvrienden dan? Ik bedoel, Paw Patrol! Dat wilde ik net gaan zeggen. Graag gedaan, hoor. Wanneer je pony wegloopt, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol. Megapups, klaar voor mega-actie, Ryder, meneer? Goed dat jullie er zijn, pups, want dit is een mega-vreemde missie. Om de een of andere reden heeft de kopiekat met zijn wervelwindkracht de platvis zojuist op de top van Vulkaaneiland gezet. Oh nee! We hebben alle megapootjes nodig. Oké, megapups is niets te dol. Oh-oh! Pas op, dat is een heleboel hete lava! Daar is hij, Pups! Wacht, kapitein Durbold! Pups, spring allemaal op de platvis! Met al ons extra gewicht kunnen we de boot laten kantelen, zodat hij vanaf de vulkaan de zee inglijdt. Het werkt! Hou vol, Pups! Het wordt een heftig ritje. Mijn schip is zeewaardig en glijwaardig. Bedankt, Megapups. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Zo wordt het strand weer mooi schoon en veilig voor de schildpadden. Ze komen vandaag hun eieren leggen. En klaar! Attentie, schildpadden! Het afvalvrije eilegggebied is gereed. Afvalvrij, hè? Goed dan. We bezaaien dit strand met zoveel rommel dat de schildpadden niet willen komen. En dan zwemmen ze naar Boerengat toe. Er is nog maar één heel klein probleempje. Rocky, die pup kan sneller opruimen dan dat wij rommel kunnen maken. Dus moeten wij zorgen dat hij niet meer terugkomt.
in het water? Ik wil niet dat de schildpadden daar last van hebben. Ik moet het opruimen. Hop, sleepboot! De beste raketpuptas ooit. Recyclen is top. Ik heb zelfs snoepjes gevonden. Die kan je nu niet meer eten, maar ze bruisen nog wel. Avonturenbaai, ik kom eraan. Groet is gaaf. Rocky, hoe kom jij nou weer hier? Katjes, dump het afval. Dat dacht ik niet. Volgens mij is dat van mij. Oké, Ryder. Ik heb mijn sleepboot terug. Opgelet. De schildpadden komen nu naar het strand. Goed nieuws en goed gedaan, Rocky. De schildpadden zijn er. Hip, hip. Sst. Hoera. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer. Het lijkt erop dat Helga Handinger's busje is verdwenen. Dus voor deze missie wil ik graag Spion Chase. Spion Chase zit er bovenop. En Sky. We gaan de lucht in. Oké, Paw Patrol is next at all. Ryder, ik zie het busje. En je wil niet geloven wat ik nog meer zie. Een reusachtig gummibeeld in de vorm van burgemeester Handinger. Huh? We komen eraan. Burgemeester Handinger, kom naar beneden. Ik kan het haast niet geloven. Hamigami! Wow! Sky, ik wil dat jij de burgemeester van het standbeeld aftilt. Harnas! Heel goed. En takelen maar. Met die doelpalen. We moeten burgemeester Handinger eraf halen. Ik heb iets meegenomen van de uitkijk. Heb je hier misschien iets aan? Zuma's opblaasbare boot. Kom op. Oké, Marshall. Je zult straks perfect moeten mikken. En we hebben hulp nodig van de zeemeeuwenvrienden. Heel erg bedankt voor het redden van de hummigummy waar ik het meeste van hou. Graag gedaan, mevrouw Handinger. Als u nog eens een loslopende reuzengummy ziet, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Als we deze ballonnen hebben opgeblazen, zijn we helemaal klaar voor het feest. Oh, God, wat is hier toch gebeurd? Kijk, tante burgemeester, een vliegende kalkoen. Wat? Ik ben snel de Paw Patrol. Hoi, burgemeester. Ryder, Chicoletta is enorm van streek. De springkalkoen is weggevlogen. Weggevlogen? Ik zie het. En ik zie nog wat. Een katje van burgemeester Handinger. We komen eraan. Geen springkalkoen is te hoog en geen pup is te klein. Super, we komen achter je aan, Sky. Ryder, er zit een ring aan de zijkant van het springkussen. Daar kan ik hem pakken om de kalkoen terug te brengen. Mooi, maar eerst redden we het katje en dan de springkalkoen. Chase, activeer je net. Net! Nog even wachten, Sky. Er zijn nog meer katjes. Dan pak ik nu die vliegende kalkoen. Ruff, haak! Hmm.
Ryder, ik wil je bedanken voor het redden van mijn katjes. Graag gedaan. Wanneer u wegvliegt in de grote cocoon, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Ryder? Ryder? Ik ben bij Alex, dus dit gaat even een beetje anders. We gaan het zo snel! De remmen van mijn wagen zijn verbrand, dus jullie moeten me helpen stoppen. Maar voordat we mijn terreinwagen stoppen, moeten jullie Alex ervan afhalen. Dus voor deze missie wil ik Sky. We gaan de lucht in! Paw Patrol is niet te dol! Ryder, ik kan Alex hier niet optillen. Er staan veel te veel bomen. Wat moeten we nu doen? Wat als wij naar jou toe komen? Hebbes! Oh, maar dat was zo leuk! We moeten Ryder redden. Het is tijd voor maximum snelheid. Sorry, Pups. Door de hoge snelheid heb ik geen stuurcontrole. We moeten zorgen dat hij langzamer gaat. Chase, we proberen een parachute. Goed idee, Ryder. Ik kom eraan. Wow! Ik kan niet dichterbij. Ik heb één kans. Komt-ie? Nu! Raf! Parachute! Goed gericht, Pup. En het werkt! Ik ga langzamer! Jullie zijn de braafste pups. Het gebeurt niet vaak dat mijn eigen team me moet komen redden. Als je ooit terechtkomt op een op hol geslagen raket, dan doe je het volgende. Blauw op hulp! Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Wally is het land opgegaan en zet de stad nu op stelten. Waarom gaat Wally nou uit het water? Dat moeten wij uitzoeken, maar eerst moeten we hem vinden. Dus voor deze missie kies ik voor Sky, ik wil dat jij met je helikopter op zoek gaat naar Wally en hem in de gaten houdt tot we hem veilig naar de baai kunnen loodsen. We gaan de lucht in! Oké, Paw Patrol is niks te dol! Is Wally al gevonden? Nee. Je zou denken dat zo'n grote walrus makkelijk te vinden is. Ryder, ik heb Wally gevonden. Hij zit vast in een put op de hoofdstraat. We komen eraan. Wat zegt Wally precies, Marshall? Hij mist zijn beste vriendje enorm en wil niet terug naar de baai zonder kapitein Turbot. Dank je, Marshall. Sky, Marshall, Rocky, we gaan op zoek naar kapitein Turbot. Chase, jij blijft hier en zet het gebied rondom Wally af. Begrepen? Ruff! Pilommen! Ik heb hem gevonden, Ryder. Kapitein Turbot staat op een bergriggel. Goed bezig, Sky. Gebruik je harnas om hem van de riggel af te tillen en breng hem terug naar de stad. Oké. Ruff! Harnas! Hoi, Wally. Wurm je even vrij, dan gaan we samen naar de baai, vriendje. Het is gelukt. Lok Wally nu maar weer terug naar het water, Sky. Deze kant op, ouwe reus. Ryder, Paw Patrol, Wally en ik zijn jullie daverend dankbaar dat jullie ons hebben herenigd. Geen probleem, kapitein. Als je je walrus nog eens kwijt bent, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Hallo, graaf. Hoe gaat het in Blaffenburg? Er is een schild gestolen. Een schild met een kaart naar de ketel der dutjes. De ketel der dutjes? Het is een magische pot, gevuld met de mist die mensen laat slapen. Oké, we komen eraan. Slapen ook al. We kunnen
kunnen niet door de stad. Als we die nevel inlopen, dan vallen wij ook in slaap. Ryder, de ketel staat op een dak bij Big Benji, naast de klokkentoren. Marshall, Rocky, probeer de mist te stoppen. Doen we. Daar gaan we. Hadden we nou maar een wekker die iedereen wakker maakt. Rubble, maar dat is een goed idee. Chase, ga naar de top van de klokkentoren. Dan kan Big Benji door je drakenmegafoon luiden. Dat wordt de meest luide wekker ter wereld. Maar hoe gaat die slaan? De wijzers staan niet in de buurt van de 12. We gebruiken de magneet om de metalen wijzers naar 12 uur te trekken. Maar hoe krijgen we de magneet helemaal naar boven? Dat doe jij met de katapult. Ruff, drakenmegafoon! In positie, Ryder! Ruff, katapult! Schiet! Dank je, Sir Ryder. Bedankt, beschermridders. Wederom is Blaffenburg weer gered. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. En hier is dan onze nieuwe koe. Oh, nee! Dat is omdat het geen melkkoe is. Het is een zeekoe. Een lamantijn. Ik ga haar Mindy noemen. Mindy de lamantijn. Ze is leuk, maar een boerderij is geen plek voor een zeekoe. Ze moet ergens zijn waar ze rond kan zwemmen en vrij kan zijn. Zeekoeien leven in het moeras. En hoe eerder Mindy daar is, hoe beter. Het moeras ligt recht achter deze heuvel. Oh nee, de kar! Rubble, je moet een blokkade bouwen om de kar tegen te houden. Doe ik, Ryder! Kijk uit! Phew. Met Mindy gaat alles goed. Oh, er zit een barst in het glas. Dan rijden we door naar het moeras. Zo snel mogelijk. Mindy, we zijn er. En geen minuut te vroeg. Laten we de tank wat dichter bij het water zetten. Ryder, dat wordt misschien iets lastiger dan je denkt. Sky, kom naar het moeras. Je moet een zeekoe vervoeren. Deze pup gaat vliegen! Ryder. Chase, Mindy mag niet bij de krokodillen komen. Ik ben je al een stap voor, Ryder. Ruff, net! Oh. Oh. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Everest, wat was dat? Dat was niks, Alex. Dat geluid komt van een uil. Maar dat niet. Wat doen jullie twee uit bed? We hoorden een eng geluid. Volgens mij komt het uit de vijver. Is dat dan het spook van de kikkervijver? We moeten snel gaan kijken. Dat moet haast wel het spook uit opa's verhaal zijn. Alex, spoken bestaan toch helemaal niet? Het is het spook van de kikkervijver. Ik bel snel de Paw Patrol. De Paw Patrol is er! Zij vinden dat spook wel. Rustig maar, het komt goed. Everest, jij naar het bos. Chase en ik gaan naar de vijver. Begrijpen, Ryder. Is het spook gevonden? Ja. Ruff, zaklam. Die enge geluiden zijn niet van een spook, maar van hele grote kikkers. Brulkikkers? Maar er wonen hier nooit brulkikkers. Dus waar komen ze vandaan? Huh? Oh, burgemeester Handinger? Wat doet u met die brulkikkers, burgemeester? Nou, ik was weer aan het wandelen en vooruit. Hun gebrul houdt me uit mijn slaap 's nachts. Daarom heb ik ze verplaatst. En daarom herkende ik dat geluid niet. Ze wonen eigenlijk in Boerengat. En nu brengen wij de brulkikkers weer terug. Ik breng ze wel naar Boerengat.
gat toe. We kunnen samen rijden, burgemeester. Oh, dit wordt een lange, lawaaierige rit. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Maak mijn hoge hoed groter. Het is de mooiste hoge hoed ooit. Burgemeester Humdinger, hou hier onmiddellijk mee op. Ha! Als jij een standbeeld van een kip mag hebben, dan mag ik een unieke Humdinger uitsneden van 's werelds beste burgemeester. Ik ha! Ik bel Ryder. Dat is echt heel erg veel steen dat nu allemaal weggehakt is. Rubble heeft gelijk. Die berg is niet stabiel. Belachelijk. Wacht eens even. Waarom hebben mijn standbeeldoren de vorm van kattenoren? Ach, laat ook maar. Ik maak het zelf wel af. Vraag nooit een kitten om burgemeesterwerk te doen. Ik heb hier geen goed gevoel over. Ik ook niet. Ik haal versterking. Marshall, Chase, Zuma, Rocky, we hebben jullie nodig. Aha! Nu is het beeld net zo perfect als ik. Klaar! Oh nee! Hij gaat recht op avonturenbaai af! Sky, ik ga deze rollende rots de baai insturen. Zoek een route naar de steiger. De waterwegstraat is vrij. Pak vast, burgemeester. Ik breng u terug. Al dat werk. Nu kunnen alleen de vissen het zien. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Het is al best wel donker. Ik moet de lamp aanzetten. Wat zou die nog meer kunnen doen? Dit is echt heel extreem! Misschien kan ik het licht op ze richten als een volgspot. Yes! Nu moet het licht nog op zijn allerfelst. En dan is het licht genoeg voor... de meest extreem geweldige luisteringstunt van de eeuw! Huh? Uh-oh, dat grote schip kan nu het eiland niet zien. Oh nee, hij zit op slot en de sleutel ligt nog binnen. Ik moet snel de Paw Patrol bellen. De deur zit op slot. Chase, pak je muurlopers en klim naar boven en kijk of je door het raam naar binnen kunt. Ruff, muurlopers! Ik zou daar extreme stunts mee kunnen doen. Zuma, hoe ver ben je? Het is hier super donker. Ik geloof dat de kapitein me niet hoort en ook niet ziet. Bewaar afstand, Zuma. Komt goed, Ryder. En ik blijf de kapitein gewoon roepen. Ik ben er, Ryder. Ik laat je erin. De lamp is doorgebrand. Er moet een nieuwe in. Een nieuwe lamp komt eraan. We moeten opschieten. Het vrachtschip komt recht op ons af. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Blijkbaar heeft de ballon van toerende Travis zich aan de platvis gehaakt en de wind heeft ze naar de woestijn geblazen. Dus we moeten de boot van kapitein Turbot naar zee brengen. En de hete luchtballon van Travis moet weer terug in de lucht. Dus voor deze missie wil ik... Rocky! Jij moet met je gereedschap een trailer bouwen die groot genoeg is voor de platvis. Groen is gaan! Oké, Paw Patrol is niet te dol! Rocky, begin met het bouwen van de trailer. Doe ik! Nu moeten we van de leeggelopen ballon een zeil maken. Rubble, Zuma, kom mee! De boottrailer is klaar om te gaan.
En de platvis heeft een prachtig nieuw zeil. Goed gedaan allemaal. Maar hoe moet mijn boot op die trailer terechtkomen? Rubble, grijp de boot vast en trek hem maar op. Zo te zien is de woestijnplatvis klaar voor haar eerste reis. Travis, kapitein Turbot, hou je vast. We gaan vertrekken. Volgende halte, avonturenbaai. U kunt weer aan het werk, kapitein Turbot. Dank je. Oh, door die hobbelige landtocht is deze zeeman een beetje zeeziek geworden. Maar hoe kom ik nu met mijn ballon weer terug in de lucht? Dat gaat makkelijk lukken met Zuma's propeller. Zo te zien gaan we bijna weer opstijgen. Bedankt voor de wonderlijke redding, Paw Patrol. Graag gedaan. Wanneer je toch de verkeerde kant op gaat, blaf dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Die wind giert veel te hard. Ik ben blij dat we vanavond binnen kunnen blijven. Hallo, Boer Uil. Ryder, ik heb een bange biggenprobleem. Cornelius schrok van het onweer en is weggerend. Wij helpen je met zoeken. Cornelius? 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 Oh. Daar is hij. Ryder, ik zie Cornelius bij het ravijn. Kom op. Daar is hij. Ik blijf in de buurt voor als je me nodig hebt. Chase, wij gaan naar beneden. Meerlopers! Het komt goed, Cornelius. Je bent weer boven voordat je met je staart kunt zwiepen. We gaan naar huis. Cornelius beweegt veel te veel. Sky, laat je harnas zakken. Hebbes! Rustig, Cornelius. We brengen je veilig terug naar Boer Uil. Ga je gang, Sky! We gaan de lucht in! Ryder, die bliksem hangt precies boven avonturenbaai. Sky, ik wil niet dat je door de storm vliegt. Neem een omweg langs de berg en over de baai. Oké, Cornelius, we zijn ietsje langer onderweg. Maar straks ben je weer thuis. We zijn bijna thuis, Cornelius. Maar waar is die boerderij? Zo gaaf! Hoofd op hoog! Zijn dat koeien? Ja, een warm welkomstlicht. Oh, daar is mijn krulstaartje! Oh. Gelukkig zijn jullie weer veilig. Bedankt dat je Cornelius hebt gered. Allemaal bedankt! Geen probleem, Boer Uil. Wanneer je ons nodig hebt, dan... Jom hulp! Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Welkom bij de avonturen van een grote ballonnenoptocht. Yay! Huh? Wow. Wat is het? Wat is dat? Iedereen kijkt naar me. Eindelijk. Ik zie geen burgemeester Humdingerballon op de lijst staan. Maar als goede buren kunnen we altijd plaats maken voor elkaar. Burgemeester Humdinger, neemt u alstublieft plaats achter in de rij. Meester Handinger slingert door de lucht en jij moet hem redden. Groen is gaan. Wie dan ook, help een Handinger alsjeblieft. Er zit een gat in zijn voet. Als je die dichtknijpt met je grijper gaat hij langzamer zodat de luchtpatroller erbij kan. Toevallig kan ik heel goed knijpen. Woep, grijper. Het gat zit dicht, Ryder. Supergoed werk! Je kunt nu loslaten, Rocky. Oh, is de optocht al afgelopen? Oh. Het gaat nu pas beginnen. Haal hier je ballonsouvenir. Vrolijke grote ballonnenoptochtdag. Dit is de allerbeste!
beste optocht ooit. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Mega Pups, klaar voor een mega actie, Ryder, meneer? Heel fijn, Pups, want de volgende missie is niet van deze wereld. Iemand heeft de vuurtoren in een ruimteschip veranderd en hij stijgt nu op. En het ergste, kapitein Turbot zit er nog in. Vreselijk! Wij moeten de raket en kapitein Turbot weer aan de grond krijgen. Mega Sky! De vuurtoren stijgt snel op, dus jij moet hem met je wervelwindkracht op zijn kant draaien. En Mega Rubble! Jij moet met je superspierkracht de trekstraal van de Mega Jet sterker maken. We moeten dat vliegende gebouw weer aan de grond krijgen. Mega Bubs is niets te doen! Oké, Ryder, de vuurtoren vliegt niet meer richting de ruimte. Goed gedaan, Mega Pups. Ik weet niet precies hoe lang ik dit kan houden. Zuma, Rocky, ik heb jullie en de zweefwagens nodig bij het water. Rocky, Zuma, het is tijd om op te laden. Ik kan helemaal tot de bodem kijken. Oh, daar is hij. Hij gaat die kant op. Zuma, stop die vuurtoren. We snellen zo op die zeeslak af. Ja! Zo goed als nieuw. Ah, ik ben ook blij om jou weer te zien, François. Bedankt dat jullie mij en mijn huis hebben gered, Paw Patrol. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Goed dat jullie er zijn, Pups. Iemand heeft alle honing van Yumi gestolen en haar bijenkast. Een hele kast? Wat bijlachelijk! De honingdief heeft ook het hek gebroken en nu rennen alle dieren los in het veld. Dus voor deze missie wil ik Spion Chase. Jij moet met je nachtkijker en drone op zoek naar de honing en de kast. En Rocky, jij moet het hek repareren terwijl wij de dieren verzamelen. Paw Patrol is niets te dol! Rocky, als jij het hek maakt, kan Chase de dieren vangen. Gelukkig heb ik nog wat planken. Megafoon! Kom hier! Hier, Beggy, Beggy, Beggy! En hier, koetje, koetje, koetje. Goed gedaan, Pups. Nu gaan we op zoek naar de honing in de kast. De bijen hebben mijn god overgenomen. De bijen willen die bloem op de hoed van burgemeester Handinger. Ze willen de nectar. Daar maken de bijen honing van. Ik weet al iemand. Hi, Ryder. Wat is er? Sky, je moet een aantal bijen uit de grot van burgemeester Handinger lokken. Oké. We gaan de lucht in! Oh, bijtjes! Ik heb een lekkere bloem van nectar voor jullie! En breng ze nu maar terug naar boerin Yumi. Ga ik doen! De bijen gaan de kast in om meer honing te maken! Lekker! Bedankt voor het vinden van mijn honing, mijn bijenkast en mijn bijen. En wanneer je ons nodig hebt, bzz, dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Hoi, burgemeester. Doodgeval, doodgeval. Het standbeeld van Chicaletta is verdwenen. De Paw Patrol komt zo snel mogelijk. Het zou helpen als we wisten welke kant de dieven op zijn gegaan. Chase, kijk of je iets ziet met je warmtesensorbril. Ryder, ik heb iets gevonden, maar het stopt bij die deksel. Chase, stuur je drone en kijk of je iets ziet in het ondergrondse tunnelsysteem. Ha! Lanceer! Daar is het standbeeld. Kijk! Maar waarom beweegt het? Burgemeester Handinger, had ik kunnen weten. Ik had volgens mij de Paw Patrol niet uitgenodigd op mijn standbeeldstilfeestje. Burgemeester Handinger heeft de camera van de drone gebroken. Dan moeten we dus snel iets anders verzinnen. Yo, Ryder gast! Burgemeester
Burgemeester Hamdinger heeft het standbeeld van Chicaletta en probeert te ontsnappen via de tunnels van Avonturenbaai. Kom met je hovercraft naar de watertunnel. Ryder, kijk! Het is tijd om in bad te gaan! Wacht, de stroming is te sterk. Dat voert ons mee en dan eindigen we ver in de baai. Deze tunnel brengt ons direct naar Boerengat toe. Een krokodil! Kindertransporter, keer op! Chase, Sky, ik heb jullie hulp nodig voor een grote vangactie. Verlaat de kindertransporter! Net! Zo vernederend. Goed werk, Paw Patrol. Poets ook goed achter haar vleugels. Je hebt ze werkelijk vies gemaakt. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Zijn uw beroemde bruisaugurken klaar, opa? Deze keer zijn ze extra bruisend, of niet? Kom, we gaan inladen. Oh, pas op met die pot. Als hij geschud wordt, dan gaat hij weer bruisen en dan knalt het deksel zo van de pot. Doei! Dit is hommelig. Wat hoor ik nou? Misschien zijn ze te bruisend. Gaat het wel? Ja hoor, maar ik denk dat mijn busje vast zit. Dat komt goed. Chase, we hebben je haak nodig. Chase zit er bovenop. Waar is meneer Porter, Ryder? Hij vloog uit de bocht en staat nu op een richel. Raf, haak! Ik ben er, Ryder. Sky, kom met je harnas en red meneer Porter. Raf! Harnas! Hou je vast! Ryder, hoe krijgen we zijn busje nu weer hierboven? Het zou fijn zijn als we dat busje terug omhoog kunnen schieten. We hebben alleen wat bruisaugurkenkracht nodig. Rocky, staan er nog ongeopende potten? Ja, hier staat er nog eentje. Schud ermee en zet hem onder de bus. Pot is geplaatst. Ik kom naar boven. Klop, klop. Wie is daar? Maakpup. Maakpup wie? Maakpup dat je hier snel wegkomt. Hij ontploft. Iedereen aan de kant. Ja! Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Beschermridders, klaar voor actie, Ryder, sir. Claw en zijn draak vliegen op dit moment hierheen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat ze niet binnenkomen. Maar Ryder, hoe houden wij een vliegende, vuurspuwende draak tegen? Met jullie nieuwe beschermriddervoertuigen. Wow! Cool. Dus voor deze missie wil ik Marshall. Jij kunt met je waterlans de branden blussen die de draak veroorzaakt. Deze ridder staat de vlammen om te helpen. Oké, beschermridders is niets te dol. Goed, smelt een gat in de ophaalbrug en bestorm het kasteel. Stoppen met dat water, Sir Spetter! Echt niet! En het is Sir Marshall. En ik ben een beschermridder. Spot, de lucht in! Hey, ga van mijn draak af! Ik ga niet weg voordat ik de drakentand heb. Spot, ondersteboven! Chase, nu! Ruff! Drakennet! Wow. Ik ben oké. Maar de betoverde drakentand is kapot. Marshall, dat is goed. Nu heeft Claw de draak niet onder controle. Kijk! Spark! Spark! In de naam van Blaffenburgt dank ik jullie allen voor de dappere redding. Wanneer u weer last heeft van een vurige draak, blaf dan om hulp.
Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Paw Patrol, klaar voor actie, Ryder, meneer? Fijn dat jullie er zijn, pups. Danny en Ace beklimmen de El Grande, maar kwamen te dicht bij een arend. Nu houdt de arend ze vast op de berg. Oh nee! Dus voor deze missie wil ik... Sky, jij kunt met je helikopter de arend afleiden, zodat hij Ace en Danny met rust laat. We gaan de lucht in! En spion Chase, jij kunt met je zipline Ace en Danny van de bergwand afhalen. Spion Chase zit er bovenop. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Die arend heeft nog steeds mijn selfie-stick. Ryder, wat ben ik extreem blij om jou te zien. Deze arend laat ons niet met rust. Sky, zorg dat die arend weggaat. Ga ik doen, Ryder. Al is dat wel een grote vogel met enorme klauwen en een scherpe snavel. Kom hier dan, vogeltje. Kom maar, volg mij. Ik zie het al, je wil spelen. Je bent eigenlijk helemaal niet zo eng. Je wil gewoon lol trappen. Goeie move. Ace, Danny, hou vol. We halen jullie weg voordat de arend terugkomt. Chase, pak je zipline. Doe ik. Ruff, zipline. Ik kom eraan. Vooruit, Danny. Nu is het jouw beurt. Gelukkig, je bent veilig. Echt wel. Bedankt, Paw Patrol. Graag gedaan. Mijn selfie-stick. Bedankt, vogel. Zullen we nog een stukje klimmen? Echt wel. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon. Problemen op het zigzagpad, pups. Stubborn Mew is weggered met Chicoletta. En burgemeester Goodway hangt aan een boomtak. We moeten haar redden en dan op zoek naar Stubborn Mew en Chicoletta. Dus voor deze missie wil ik Sky. Deze pup gaat vliegen. En dan wil ik ook nog Chase. Chase zit er bovenop. Paw Patrol is niets te dol. Sorry, Ryder. Ik zie nog niets. Oh, wacht. Oh, dat is Sky. Lachen. Ik ben er. Maar we moeten snel zijn. Oké, Chase. Tijd voor je net. Oh, mijn plaatje. Dan gaan we nu op zoek naar Stubborn Mew en Chicoletta. Sky? Ik vlieg verder naar boven. Ryder, ik zie ze. Ze staan op een wiebelige touwbrug en dat ziet er niet veilig uit. Ik heb een idee. Meld je, Tracker. Hallo, Ryder. Ik ben een en al oor. I'm all ears. Klaar voor je vlucht, Tracker? Ik vang je op! Hebbes! Oh, Chicoletta, je bent veilig. Dank je, Tracker. Hey, Stubborn Mew. Kijk eens wat ik heb. Ryder, het is gelukt! Wanneer u ons nodig heeft, burgemeester, hee-haw, dan om hulp. Kijk de hele aflevering van Paw Patrol op Nickelodeon.